Vandaag is het afscheidsfeestje. Zo, wat heb je verhaal? Koekjes. Koekjes? Zo, goedemorgen. Ik sta in de achtertuin van mijn ouders. Vandaag is het afscheidsfeestje. En het heeft een beetje gevroren, maar het is gelukkig verder best wel oké weer. Geen storm of zo, zoals afgelopen donderdag. En morgen gaan we met het vliegtuig. En dan zijn we echt verhuisd. Dus ik ben heel benieuwd. Vandaag is het afscheidsfeestje, dus we hebben allemaal eten gekocht en gebak. En dat gaan we zo ophalen. En dan komen ze vanmiddag. En dan vanavond nog uit eten met het gezin en dan vertrekken. Hey. Wat ga je doen nu? Ik ga nu even de laatste dag in Nederland. Ja. Het is een beetje gevroren, dus mensen zijn een beetje aan het wandelen in plaats van fietsen. Dus we zijn nu in de auto van papa om mijn jas op te halen, want die was kapot. En om taart te halen voor het afscheidsfeestje. Zo, wat heb je gehaald? Koekjes. Koekjes? Gebak? Voor het feestje? Ja. Lekker. Friese oranje koek. Lekker. Nou, zijn er. Zo, nou het is zondag. We gaan zo naar het vliegveld. Alle cadeautjes van gisteren en van het werk liggen er nog. Sorry jongens, die moeten even wachten. Want die kunnen niet mee in de handbagage. Nou, Schiphol hè? Ja. Ja, oké. Ja. Tot over een paar maanden. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, goede reis, hè? Bedankt. Oké. Okay. Doei. Hoi. Nou, Maxime. Waar gaan we? We gaan in het vliegtuig. Zo, het is echt slecht weer hier. Ja, maar ja. Het is niet in Frankrijk. Het regent. Is dit onze auto? Onze nieuwe auto? Franse auto? Ja. Oké. Okay. Zo, goedemorgen. Nou, de eerste dag in ons nieuwe huis. Het is nog echt een super grote bende. Maxime is al naar het werk. We zijn gisteren aangekomen en toen hebben we al wat spulletjes opgeruimd. En zijn we 's avonds nog even bij de ouders van Maxime gaan eten. Want we hebben nog helemaal geen eten eigenlijk in huis. Dus ik ga straks ook boodschappen doen en heel veel opruimen. Nou, het uitzicht dat is vanochtend ook wat mooier. Het is gelukkig wat mooier weer. Je kan niet heel goed zien, maar daar, ja, blauwe lucht. Dus dat is ook heel fijn. In ieder geval niet meer zoals dat weer in Nederland. Sorry jongens, voor iedereen die nu slecht weer heeft. Oh jongens, het is echt erg. Ik weet gewoon echt niet waar ik moet beginnen. Ik heb natuurlijk zoveel te doen en het is zo. Ik weet echt niet waar alles ligt en ik ben niet geordend in mijn hoofd op dit moment. En dan kan ik dus niet zo goed ergens aan beginnen. Maar ik moet echt boodschappen doen, want we hebben gewoon geen eten in huis. Dus dat ga ik dan niet meer doen.
Shit. Nu weet ik dus niet meer welke deur van ons was. Oh, ja, volgens mij was het deze. Ik heb echt geen idee. Shit. Ik weet echt niet welke het is. Oké, het was dus wel gewoon deze. Alleen het slot, dat gaat dus de verkeerde kant op als je moet draaien. Dus ik dacht van, vaag. Nou, dit is dus de cave. En hier hebben we gewoon echt super veel ruimte voor opslag en dingetjes. Dus ja, dat is echt heel handig. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, Oniva. Het is lekker weer. Er fietst ook iemand anders. Hey. Volgens mij is dit de weg, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar maakt niet uit. Hier hebben. Ik ben nu bij de strijkspullen, dus daar ligt het sowieso niet. Nee, ik ben nu bij de badkamerspullen en die hangt het er gewoon niet. En in plaats daarvan hangt er dit.